Het is echt berengezellig hier ook. 40 euro, Ben de Beer. Ik had 45 euro, dankjewel Ben. Nou goed, 45 euro. Een veiling om geld in te zamelen voor de zieke Rob Daalder uit de Tesselse Den Burg heeft ruim 36.000 euro opgebracht. Dit is ook gewoon weer niet te geloven, zeg maar. Als je sommige dingen ook ziet, jongen, dat is nog niet normaal. Echt niet te geloven. De 50-jarige Rob heeft het zeldzame liquorhypotensiesyndroom, waarbij vocht uit de hersenen weglekt. Nou, ik ben Rob tegengekomen een paar maanden geleden op het voetbalveld. Daar vertelde Rob mij dat hij uitbehandeld was met de kanttekening. Hij was uitbehandeld in Nederland. Hij had nog één mogelijkheid en dat was een operatie in Amerika. Maar daar was geld voor nodig, want de verzekering vergoedt daar niet alles in. En daarom deze veiling. Ontzettend gaaf dat je voor het goede doel zoveel mensen op ons eiland in beweging krijgt om een dienst of iets wat ze verkopen beschikbaar te stellen. En dat wij dat dan mogen veilen, dus het is echt fantastisch. En er werd gul geboden. Weekendje weg, schilderij, van alles wat. Het is nooit te duur, hè, voorop. Nooit te duur. En zo komt Amerika steeds dichterbij. Wij hopen zelf een beetje half februari, eind februari. Hij gaat absoluut naar Amerika, ja. En binnen nu en een paar maanden is Rob in Los Angeles. Daar geloof ik zeker in. 90 euro achter u.